Dag Leen. Hallo Kus. Naar het schijn staat er ons hier een heerlijk dessert te wachten. Het dessert is nog niet klaar, maar we kunnen er wel aan werken als je dat graag doet. Perfect. Kom erin, welkom. De naam van mijn recept is crunchy aardbeien dessert. En ik vind dat zo lekker, ik wil dat aan iedereen laten zien. Mijn eigen touch aan dit recept, wat is er zo extra? Dat is die cayennepeper en die peper in een dessert. Dan wordt er nogal rap gezegd van, oeh, wie doet er nu cayennepeper in een dessert? Maar peper en aardbeien, dat gaat op zich al heel lekker samen. En als je cayennepeper durft in crumble doen, dat geeft dan nadien ook nog zo een lekkere nasmaak. Zo dat extra touchje, dat klein beetje pikant op je tong. Als de crumble helemaal klaar is en goed gemengeld is, dan moet je daar natuurlijk koekjes van maken. Dat moeten geen mooie koekjes zijn. Mijn gezin heeft dat altijd moeten opnieuw proeven en hun feedback geven. Ook vrienden hebben dat geproefd en feedback gegeven. En uiteindelijk stond het dan op punt en was ik er echt wel fier op. Zo, en nu mogen die een 15-tal minuutjes bakken in de oven. En dan maken we nu de mascarpone crème gereed met de aardbeidjes. Na de mascarpone crème gaan we natuurlijk ook nog de aardbeienbereiding doen. Ook nog een snuifje peper. En een minuutje ongeveer op 750, 800 watt. En dan nu de merengue maken. 3 eitjes en suiker. Wel onthouden dat eitjes op kamertemperatuur moeten zijn. Zo, kijk, mooi in pieken met koude eieren had dit zeker nooit gelukt. Ah, dat zeg je. Ah, dag Bieke. Dag, hebben jullie allemaal? Ah, wel, Karinneke en Ellen komen? Ja. Ik heb een goed dessertje gemaakt. Mij ook eentje mee? Natuurlijk. Jullie gaan de tafel al zetten als je wilt? Ja, ze. Ah, kijk, daar zijn ze. Oeh. Ja, ja. Ik ga hem even dresseren. Ik ga dat gewoon aan u geven. Ja, is goed zo. Zo, alsjeblieft. Mooi bordje. Ik vind dat leuk als je gebarbecued hebt. Want ja, je hebt dan al zoveel gegeten, vooral met een barbecue, al dat soorten vlees. En dat is luchtig. Ja.